Mario van Ocarina. En dan ben je een fout! Nee, ik maak de fout. Link maakt de fout, ja! Goedemorgen allemaal en welkom bij de First Look vlog van de zondag zeepskant. Ben wakker. Het is gisteren nogal laat geworden en de stem is een beetje al aan de schrale kant. Maar dat maakt niet uit, dat houdt ons natuurlijk helemaal niet tegen, want we gaan vandaag naar First Look. En dat wordt nogal gezellig. Achter mij heb ik de vlog van Wilco van de Touwer op dat moment, die ik nog even aan het kijken was. Wij nemen jullie mee. En wij hopen daar heel veel mensen te gaan zien. Dus ja, we gaan het gewoon heel erg leuk maken. Dus we zien jullie daar. En ik ben niet alleen. Ik ben hier ook. Dus hallo. Helemaal ondersteboven, achter, tevoren, links, rechts. Ik weet het allemaal. Ik sta op mijn kop. Het is allemaal live in de studio hier. Hè? Dus ja, we gaan naar de auto. Touchmobiel! Ik kom op dat knopje. Ik heb hem op dat knopje gedrukt. Hij heeft op het knopje gedrukt. Ja. Mag niet schreeuwen tegen de bestuurder. Schaam je. Sorry. Foei. Dus ja, wij zijn nu... richting Utrecht. We rijden nu over de snelweg. En het is nog zo'n 43 kilometer. Dus ja, we zijn onderweg. Het gaat van eigens. Yay. Ik heb er ook zin in. Zeker weten. Ik heb heel veel zin in. Oké, ik ben benieuwd wie we allemaal tegengekomen. Ja, heb ik het er aan gezet. Ja, wat wil je nou? Bloopers! Zet hem uit. Wij staan hier niet in de trein, maar in een tram. Dat zijn een paar letters minder, of één letter minder, één letter anders. En we zijn bijna bij onze final destination stage. En gaan we smashen, denk ik. Ik weet niet. Maar ja, we staan dus nu in de tram en we zijn echt bij. Ik ben benieuwd wie er eigenlijk allemaal staan te wachten. Dus dit is ons uitzicht trouwens. Ik zal jullie heel even laten zien. Okay, hier hebben we een fietser. En we zitten op 5 meiplein, terwijl dat het al 11 oktober is. Klopt helemaal op geen kant. Dat maken wij zelf uit. Dus ja, dit is ons uitzicht. Die brug die je daar ziet, die hebben wij ook van heel dichtbij gezien. Omdat ze het leuk vonden om een wegafsluiting te geven. Voor 800 meter. Waardoor dat wij dus zeg maar, ik weet niet hoeveel kilometer om moeten. En dit is onze cameraman. Luigi. Yes. Number one. Wil jij je kaartje nog? Oké, number two. Goed zo. Echt, die Luigi's die zijn niet meer zoals dat ze geweest zijn. Maar goed, wij zien jullie dadelijk bij de handencrew. Hey, Vlogception. Vlogception. Oh! En Gregory is erbij! Natuurlijk ben ik erbij! Dat is onze cameraman. Nou, in ieder geval, we hebben daar Objection Guy. Objection! Onze valfluiter. Builder. En hier hebben wij onze Lone Survivor nog steeds. Onze Arrier. Logisch komen trouwens in geld, altijd hartstikke leuk. En ja, daar hebben we de Creeper Magneet, de Touwer. En ik heb gisteren geleerd, Funzo. Ik weet niet of je een logo hebt, ga ik gewoon regelen. Ik wel voor je. En wie is dit? Het is wel Erdbeek. Je kijkt naar een video van weet ik veel. Nou goed, jongen. Nou, we staan er. Er is in ieder geval een hele hoop mensen die in één keer langs zijn gekomen. Ja, het probleem is dat wij later waren, is omdat wij waren op de snelweg en we waren langs onze PNR rijden. Alleen onze afrit was afgesloten en er was maar 100 meter gewoon afgesloten. En dan kom je nog eens een keer aan en we kregen dan nog een probleem dat je 15 kilometer op. En Marco komt erbij. Marco is er ook bij. Destiny, onze gardener van eigen huis en tuin. Hij heeft al een schep bij zich, gaat hier ook een tuintje aanleggen. Wij gaan naar de Nerg en hij gaat een tuintje aanleggen. Lul. Oh. Taal, ga maar. Oh nee, dat mag. Hè. Dat mag. Ben je niet zo... Ding. Nee, weet ik. Nou. Ik heb weer aan de bal. Heb nog een tweede. Dus ja, ik zou zeggen, maak eventjes een mooi rondje over dat wij allemaal in een cirkel staan en iemand in het midden staat. Gaan we in het midden staan, doe er even een rondje bij. Stoli? Wat vind je van Stoli?
En dan moet ik een handdoek. Ik ben natuurlijk geen handdoek. Tuurlijk wel. En jij zat gisteren te zeuren. Hey, ik heb het klekje. Het klekje. Ik kan mezelf zien. Maar nou heb je hem alsnog niet. Jawel. Als ik zelf film, dan kan ik hem omdraaien. Hi. Dat is iets te close-up. Ja, maar wil je met een cameraman met een helm op zijn voorhoofd? Ja. 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 Daar krijgen mensen nachtmerries van. Dat is de bedoeling. We hebben daar de ingang. Hun gaan met z'n allen die kant op en wij gaan geen rang. Ja, wij gaan gewoon lekker daar naartoe. Ja. Dus jongens, wij zien jullie in de bakkerij. Ja, hij doet het. Waarom ga ik die gast sowieso ophangen? Doe niet disturb. Do not disturb, I'm gaming. We willen doorlopen, niet meer. Ja, tuurlijk. Dank u wel. Jou heel misschien. Heel misschien. Ja, nu. Dus we zijn binnen. Wij zijn de pres, hun zijn vlog. En Do not disturb. Mag ik dan nog I am a game erbij schrijven? Nope. Dus ja, wij lopen hier dus nou zeg maar over de hal en dit is vers loop, er is niks te zien. Dus ja, dat was het. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. En nee, we gaan dadelijk naar binnen toe. Ik denk dat ik binnen geen stem meer overgehouden. Maar ja, de Nintendo games hebben we al gezien bij de vorige video. Misschien dat we Xenoblade nog kunnen filmen. Maar het is ja, jammer genoeg één hele grote wachtrij. Dus ik denk niet dat we te lang in de wachtrij gaan staan. Ik ga mensen natuurlijk interviewen. Kijken wat ze ervan vinden. Er wordt daar een foto mee random gemaakt. Hartstikke spannend. En volgende keer vraag het even. Dus ja, we nemen jullie gewoon overal mee naartoe. En don't disturb me. I'm gaming. Don't! Mario Move! Ik ben heel lang hier bij het logo. En dan gaan we hier bij Nintendo. En dan zeggen we hallo Nintendo! Goedemorgen! Zeg nou wel, zeg hè. Ik heb een oor dicht gedaan. Nintendo! Was je zeeklant? Hè? Was je zeeklant? En? Oh. Ik bedoel, ja, ik heb door jullie hele level heen gelopen, hè, weer, hè. Dus, ik wilde weten hoeveel levels dat tegenwoordig voor mij wel niet gemaakt worden, daar niet van. Wat kunnen de mensen vandaag bij First Look allemaal verwachten? Verwachten? Ja, bij Nintendo dan, hè. Mocht je kijken, wil je zien hoe dat die spellen eruit zien, kun je dus zeg maar in de link zien. Dan kom je automatisch bij die video. Ja. We hebben Super Mario Maker. Ja. Die ken je wel. Ik denk dat we die allemaal ondertussen al thuis flink heel veel grijs hebben gespeeld. Maar ja, maar als we hebben ze wel hier staan, ben ik heel veel mensen hier gevonden. Ja, nee, uiteraard natuurlijk. Een beetje nieuwsgierig naar de gameplay inderdaad. Luigi Tennis is veel beter. Mocht je willen. En Xenoblade Chronicles X? Ja, die was niet op de E3, dus daar hopen we vandaag nog wel even bij te kunnen komen. Dus, volgens mij had je ook nog Star Fox. Met Star Fox en ook. Ja. En natuurlijk achter jou, daar zien wij een heel mooi vraagtekenblok met een groen scherm. Waarvoor, wat is dat? Ja, ik weet het wel, maar ik wil het van jou horen. We hebben een fotoboot waarmee je op de foto van en de eerste dan loop je, de tweede moet je een sprong doen en bij de derde foto loop je weer en wordt heel mooi achter elkaar gezet waardoor dat het lijkt alsof dat je dus ja, in de Mario wereld terecht komt. In mijn wereld, jouw wereld, mijn wereld, jou niet. Dus nou, in ieder geval heel erg bedankt. Ik ga namelijk proberen bij Xenoblade Chronicles te komen. Dus ja, heel erg bedankt voor je tijd. Dankjewel. Oké, okay, nou we staan hier dus nou bij de Nintendo stand en ik maakte me gisteren enorm veel. Je bent er aan het filmen ook, hè? Hij heeft al vaak zo van ja. Maar we waren dus zeg maar gisteren bij de Nintendo stand en we hadden één hele grote angst ergens voor. De wachtrij die begon namelijk waar die jongen daar staat. Ik weet niet, ja, wij even. Ja, heel goed. Nou daar stond dus de wachtrij, die ging helemaal achterom. Helemaal achterom. Daar hadden we van zeg maar vervolgens hier uitgekomen.
zorg ik voor een extra wachtrij of voor een wachtrij als er mensen alleen maar één spel willen spelen. Ik zie hier dat er dus een slimmer bent om hier ook nog een wachtrij neer te zetten. Dus, en mensen die op de foto willen, die kunnen hier in de wachtrij zelfs gaan staan. Dus Nintendo heeft geluisterd, daar ben ik echt heel erg blij om. We gaan even lessen geven. Jullie gaan daar op de foto. Ja. Ja? Nou, het is heel belangrijk. Wij staan niet zo. Ja, wij hebben één knie hebben omhoog. En de knie die omhoog is, de andere buiten gaat omhoog. Dus staat niks zo. En dan één kracht. Het gaat de klok raak. Ja, als je de foto maakt, kracht erin. Als je het goed doet, krijg je een masje. Ik hoor in één keer Zeki naast me. Hoi. Twee Zeki's. YouTube Gathering geweest. Je ziet nou wel vloginterceptie. Ik wist het vloginterceptie door. Dat is gewoon hartstikke grappig. Maar dit was dus zeg maar de stand eventjes van de Dutch YouTube Gathering. Ik denk dat het hier ook over de Dutch YouTube Gathering 2016 gaat. Ik zal aanwezig zijn, dus wil je ook komen, hartstikke gezellig. Mocht er iets informatie over komen, komt er een update over. Maar dit is niet de enige kant. Ik geef de camera heel even over aan Luigi. Zie jij dus. Boven. Het is Super Mario World, maar ik zie dat het allemaal even boven. En hier hebben we ook Mario Maker. En dan gaan we wel even kijken of wij het deuntje van Mario even gelijk kunnen gooien. Want het is hier nogal luid, dus is alles nogal moeilijk te verstaan. Vandaar! Daar is zeker horen. Alsjeblieft, medelijden. Waarom ook niet? Ja, het is goed. We hebben genoeg beeld. En ik zie dat daar eentje wegvluchten. Die wil volgens mij niet geïnterviewd worden. Wordt die lekker toch? Dus, heb jij al een spel mogen spelen? Iets uit te praten. Ik heb één leveltje gespeeld. Je hebt één leveltje gespeeld. En heb je hem gespeeld of heb je ook een beetje gebouwd? Alleen gespeeld. Heb je ook Splatoon gespeeld? Nee, nog niet. Ben je nog ergens anders geweest? Nou, niet echt om te spelen. Nog niet om te spelen. Hoe vind je First Look tot nu toe? Leuk. Leuk? Ah, dat is wel heel erg leuk. Gaan we heel even kijken. Heel erg bedankt. Hij heeft het in ieder geval heel erg leuk gehad. Hoe is jouw naam? Stoort? Storm. Storm? Ja. Storm. Storm? Als X-Men Storm? Niet ook iets beledigend zeggen, hè? Nee. Nee, is er niet Storm? Als... Ja. Gewoon Storm. Gewoon Storm. De wind blaast hard, we hebben Storm. Dankjewel Storm voor je tijd. En wij gaan heel even kijken of we nog meer mensen hebben. Dus, Nou, we staan hier dan zeg maar bij de Nintendo. Ja.
Dani, dat is nou bij de Nintendo stand. En ik sta hier samen bij Tom en Leon. Hoe? Leon. Irilias? Leon. Leon. Tom en Leon. En die zijn dus bezig met Xenoblade Chronicles X. Wat is de ervaring? Heb jij al eerder gespeeld? Xenoblade Chronicles gewoon? En is het spel nou hetzelfde, beter of is het echt totaal anders? Het is in principe zelf is hetzelfde. Ja? Maar het voelt totaal anders. In principe is hetzelfde, maar het voelt totaal anders. Het voelt vrijer. Het is? Het voelt dus nog vrijer. Ja. Het voelt nog vrijer. En ik zie dat Blade Basel zo groot. Nee, niet in beeld helemaal. Hè? Dan moet je even hier achter staan. Dus ja, we zien hier dus nou zeg maar de footage een beetje van Xenoblade Chronicles X. En dat blijkt dus nog vrijer te zijn dan de eerste Xenoblade Chronicles. Al dus van Leo. Leon. Leo. Leon. Leon. Ik en namen, nooit een goed iets, hè. Dat weten jullie van mij. Dus is het een aanraden spel? Ga je hem zeker kopen als hij uitkomt? Ja, ik heb hem al voorbesteld. Dus. Je hebt hem al voorbesteld? En geen teleurstelling tot nu toe? Nee, alleen is het toch gewoon wennen aan de camera. Als je? Omdat het spel zo groot is, is het toch gewoon wennen aan de camera. Omdat het spel zo groot is, is het soms wat moeilijk om te wennen aan de camera. Ah ja, het is nog niet helemaal uit, dus misschien wordt dat nog veranderd, we weten dat niet. Maar goed, in ieder geval heel erg veel bedankt voor je tijd. Ik zou je niet verder lastig vallen. Speel lekker door en we gaan even verder kijken. Andere spellen, die hebben wij al kunnen reviewen tijdens E3 op Nintendo Benelux. Struggling with camera's. Ja. Oké mensen, het zijn nu geweest. En kijk allemaal op de drukken. Jongens, allemaal even. Ja, eventjes, doe eventjes. Hey, even ertussen. Hey, op boten! Magical! Action! Het is heel erg gezellig. Er kunnen misschien nog meer komen. Echt, wow, gezellig jongens. Super grappig. Wees ze komen. Maar ik vond het toch wel eventjes, totaal ook nog eventjes, speaker die zou hier aan. Goeie speech. Ja, maar die is gisteren geweest. Speech. Speech. Jongens, ik heb gisteren, ik wil best even een speech doen, want dat wou ik eigenlijk gisteren doen. Maar ik dacht, bij de vlog is het leuker. Sorry. Nee, jij niet. Jij bent mijn slaaf. Marco die staat hier inderdaad in de schaduw. Nog steeds in leven in de Minecraft Hardcore serie. Wat? Nee, mijn speech is nog niet eens begonnen. Maar ik wil even over de speech. Ik heb heel veel mensen ontmoet. Echt, wij hebben heel veel mensen ontmoet. Ja, ik weet niet van jou, jij was allemaal aan de kant. Maar buiten dat, mensen die zeggen dan inderdaad van hoeveel subs heb je en noem maar op. Nou, ik zeg al, subs, het maakt niet echt zoveel uit. Ik bedoel, de support die jullie ons geven om die video's te maken, dat geeft ons de motivatie om die video's nog leuker te maken. Om nog meer editwerk erin te gaan gooien. Zeker. Oh, jij. En ik wil jullie daar sowieso, en ik denk Wilco ook wel, eigenlijk jullie enorm voor bedanken. Wij doen dit eigenlijk gewoon zeg maar om vreugde en lol te brengen. Als je het bijvoorbeeld moeilijk hebt, je hebt een moeilijke toets gehad op school of je hebt een zware dag achter de rug, dat je even voor veel kunnen lachen. Dat doen we het eigenlijk niet. En dat is een motorrijden, op de motorrijden. Kijk, dat bedoelde ik dus, Erwin. Maar ik weet dat iedere YouTuber die zegt het ondertussen en ik weet ook iedere YouTuber die meent het ook. Goeie speech. Het is echt. Dank jullie wel. Jullie maken het mogelijk. Jullie maken het mogelijk. Kijk, wij... weet je wie het mogelijk maken? Jullie. En jij. En jij krijgt een BMW. En jij krijgt een BMW. Hij zei het niet. Maak notities. Ik heb niks gezegd. Advocaat. En we hebben hier ook heel awesome. En ja, ik ben nou altijd als Mario. Maar hij is dan echt speciaal als Luigi. Ja. En hij doet dan eigenlijk altijd het camerawerk en hij gaat nou heel gek lopen doen, maar dat is nergens voor nodig. Heb jij nog iets te zeggen? Nou, ik vind het sowieso fijn om mee te werken met de Zelda-player 20. En de nog wel. maar dat klopt wel. De Taule, maar de, hij heet gewoon Zelda-player 20. Wacht, heb je vervalsers? Oké, met de zeep. Nou, ik heb heel veel player 20's inderdaad gezien. Dus. Ja, de mensen die dus... Taule 20 dan? Nou, ik weet niet. De 20, heel veel mensen die vragen dat. Ik heb de 20 neergezet. Ik ben YouTube begonnen toen ik bijna 20 was. En ik wist nooit dat het zo groot zou worden dat ik zoveel mensen ermee zou kunnen laten lachen.
Mensen hebben mij gevraagd, waarom verander je je naam niet? Heel erg simpel. Ik heb fanart zeg maar gekregen. Dat stond allemaal met dat logo. Daar heb ik nou ook de kaartjes van gemaakt. Dus ik heb gezegd van, dezelfde Play 20 blijft altijd gewoon dezelfde Play 20. Of ik nou 30 word, 40 word, 50 word, het maakt helemaal niks uit. Ik blijf gewoon dezelfde Play 20. Ik heb geen last van nummers, dus ik ben blij. Jij hebt mij nog een keertje... 79, Play 70. 72 was het, hè? Ja. Nou, ik word nou wel binnenkort voor de 9e keer 20, dus... Dat is wel knap. Niet verwachten dat ik dan 29 word. Ik heb dat vorig jaar heb ik gehad, ik kreeg een verjaardagskaartje binnen mijn 28, terwijl ik... Ja, ik 27. Maar dat was omdat ik zei dat ik voor de 8e keer 20 word, maar jij moet ook de eerste keer 20 worden, dus... Heb jij nog iets toe? Ik moet ook nog babbelen. Jouw speech. Ik heb eigenlijk precies hetzelfde wat ik wil zeggen. Dat het super awesome is dat hier gewoon zoveel mensen staan die dan voor ons komen. Voor eigenlijk veel andere crew. Maar zonder jullie is het allemaal niet mogelijk en dat is gewoon heel erg awesome. Ben jij nou niet nerveus door al die camera's die op je? Normaal hebben we één camera, één microfoon en staan tegen de scherm te praten. Ja, dat is waar, maar het is anders, maar ja, het zal altijd wel hetzelfde blijven. In ieder geval. Maar goed, wij gaan lekker nog even wat babbelen. Ja, we gaan nog even lekker babbelen en ik weet zeker dat er nog wel wat meer achter komt. Ik krijg een luie arm. Ja, ik heb cameraman, ik ben slimmer. Dus we zien jullie wel weer binnen. En nogmaals, heel erg bedankt voor de support. Staat niet op zijn vlog, wel bij een vlog. Hansee Producties. De naam Zeep is eigenlijk een beetje gekomen naar Zelda Player. Iedereen die noemde me Zeepie. En toen kwam na een tijdje Nienwezen, die zei met een heel erg Nederlands accent dat was Zeepie. En ja, Towler die is, weet ik veel, op handdoek. Op dat touwel, op handdoek. Ja. Touwel betekent handdoek. Dus ja, zo simpel. Toen met die zeepie gebeuren, en toen kwam ik in één keer van, nou weet je wat, dan prima zeep. En toen kwam ik in één keer in een videootje met handzeep. Ja, dat is een catchphrase geworden. En dat gebeurt gewoon in één keer spontaan. Dus, maar goed, wij gaan lekker even babbelen en wij zien jullie zo. Dus weer twee nieuwe kijkers. Die kwamen er even voorbij. Die zijn er gezellig bij gekomen. We hebben Thijs. Wat zei je nou? Ik kan het zeggen, hè? Thijsplayer en... Hoe zei je? Ja, gewoon koning. Gewoon koning? Luca. Hij is gewoon koning. Hij is gewoon koning, dus dat gaat mij goed. Bakken, Welko! Bakken? Er zit daar een koning! Oh, koning. Hoe doe je dat? Dat is onze koning! Dus ja. Hé, hey, hartstikke gezellig. Ik ben zo'n koning. Hi! Sister Joy, please help my magic car. Yes, thank you, Sister Joy. Please come again. Dat wordt echt wat een vlaag. Please come again. Wat dan voor Dark Towel bleek volgens mij. Mijn toekomstige ik gaat me haten. Wat voor... Hi. Nee, dat werkt niet. Je moet het echt zo doen. Dat is een gevoel. Dark. Uit de boel. Gewoon niet tegen. Even jokken. Hi. Hi. Je moet die allemaal editen.
Ja, er staat iemand mijn outro dingen te filmen. Maar maakt niet uit. Vlog interceptie. Vlog interceptie. Maar allemaal heel bedankt voor het kijken. Een tasje. Hij zweeft. Hij vliegt. Nu niet meer. Ik word heel erg afgeleid. Ik ga bedankt voor het kijken. Dus like het, commenten. En abonneer als je het nog niet hebt gedaan. En ja, waarschijnlijk vloggen we ooit wel weer een keertje. En dan doe ik vloggen. Oh, dat klikt weer, toch? Ja. Oh, ja. Pam, pam, pam. Wil je daar nog wat aan toevoegen? Ja, bedankt voor het kijken. Ja, laat het maar. Met je kar. Die jullie nog mee te vallen. Dit is niet het einde van mijn vlog, by the way. Wel maar! In ieder geval, ja, je bent daar toch al aan het vloggen, dus waarom ook niet? Marco, heel erg leuk dat je erbij was, jongens. Nee. Voor de vlog wel! Voor de vlog bij de volgende zijn de benen in de muur! Hoeveel moet ik dat nou nog zeggen? Mamma mia! Pas op, een creeper! Nee, Marco, heel erg leuk dat je erbij was. We hopen jou natuurlijk sowieso weer in de weekend. Dan zien we jou nog steeds in de Minecraft-series. Want, spoilers! Weet je wat ook lang geleden is? En weet je wat ook lang geleden is? Miltank! Dit wordt mijn dood! Dit wordt mijn dood! Hey, dit op Magikarp staan! Oh, sorry. Draai me vol. Ja! You killed him! De hardcore serie. Maar we gaan zo dus nog. Ja, we gaan nog graag. Ja, we gaan sowieso nog eten. Dat ja, sowieso. Ik wil eigenlijk niet zo. Oh ja, boys. Niet zo heel erg houdt van. Einde van het video. Ja. Hoe komt hij erop zetten? Helemaal goed. Nee, we kunnen nou rustig spreken. Er is geen rumoer, herrie of wat dan ook. We zijn bij de einde gekomen van deze First Look vlog 2015. Natuurlijk kun je ook kijken naar de Touwelige vlog. Link zal ik in de beschrijving zetten. Ik einde van broodje. Ja, als die er is. Dus ik zit lekker aan een broodje. Ja, broodje gezond verstand hadden ze niet, dus dan maar een broodje hamlogica's. Er zit nog niet eens boter op. En ik heb een lekker broodje, Erwin. Een broodje Erwin? Nee, geen broodje Erwin. En ik heb voedsel. Spicy steak en bacon. Dank je. Ik heb een broodje met vis, met een karp geloof ik. Sorry. Met je karp filet. Oh, van 3 naar 0, hij is snel. Zo, deze knip werd mooier dan mogelijk gemaakt door een hoesaanval van Luigi. Nee, maar we zijn aan het einde gekomen. We hebben echt een toffe dag gehad. Dus mijn stem is helemaal naar zijn grootje. Ik kan hem nou nog gebruiken, maar over een uur is hij weg. Dus dan gaat hij op vakantie.
Dus ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gehad. Heb je een leukste momentje? En een smash! Is advies. Mensen die lekker rustig te eten en nog steeds. Ja, nou. Sorry. Jammer. Maar goed. Ik doe het mezelf. Ja. Dus ja, laat het weten wat je leukste momentje was in de reacties. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ja, laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. Morgen gaan we natuurlijk, nou ja, ik weet nog niet eens wanneer dat het geüpload wordt. Dus morgen gaan we met wat er dan ook gepland staat. Verder. Tot morgen. Ja, morgen hè. Nee, dan, ik zeg niet tot deze video vandaag. Ja, morgen zoek. Morgen. Ja, cool. Dus. Oh, sorry. Wat is dat? Die heb ik op camera. Dat geluidje komt steeds, vind ik. Ik heb een geluidje. Ik kan door. Yay! Dus bedankt voor het kijken. Nou even met de hele groep gaan we doei roepen. Want dat hoort erbij. Oké? Okay? Dus ja. Doei! Hey. Welkom zwaai! Zwaai dan ook allemaal.